Gaan jullie het gevoel als je veel leert voor een toets, voor een taak, en je krijgt je taak terug en je ziet dat de punten zo gevaarlijk slecht zijn, dat je denkt aan jezelf, had ik maar meer geleerd? Wel, dat gevoel heb ik nooit, want ten eerste, ik leer nooit voor de toets en het is fysica. 5 op 10 voor fysica is hetzelfde als 100% halen op een normaal examen. Eigenlijk ben ik best wel tevreden met mijn 5 op 10. Terwijl ik 2 oefeningen van de 4 heb gemaakt en ze zijn perfect. Dan gewoon niks heb ingevuld bij de andere 2. Oké! Vandaag gaan we over iets heel speciaal praten, want zoals je aan de titel kan zien... Wow, is dit? Is dat waar? Wel, het is niet echt een misleidende titel, maar ik kan jullie nu al zeggen dat ik niet van school ben gestuurd. Het is meer iets heel speciaal. Dus ja, mensen, hou je maar klaar, want het is epic! Dames en heren, mijn naam is Sid en ik zou zeggen... Deze maas is een maas van de maas. Let's go! Wezen hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we een spel, niet zomaar een spel. Vandaag spelen we het spel van de spellen. En dat spel is het spel. Dat is een cool spel. Als je zegt van, hey Ace, ik hou niet echt van game video's. Mijn game video's zijn niet gameplay related. Ik vertel gewoon een verhaaltje onder gameplay terwijl ik live speel. Zo van, what up? En voor de mensen die zeggen, dat is een PS4 controller. Even een tutorial. Als je gewoon je kabeltje van de PS4... en je PS3 steekt, dan kan je met je PS4 controller spelen. Awesome! Ja. En voor de rest zal het gewoon een leuke video worden. Dus een zeker duimpje omhoog. En ik ben Ace en ik zou zeggen, we gaan er direct in vliegen. Let's go! Okay, we're in the gameplay right now. Ik heb ook vernomen op het nieuws dat er gisteren een rode maan was of zo. Maar die heb ik niet gezien, want ik lag te slapen om 4 uur s'nachts. Ik denk dat de meeste mensen wel lagen te slapen om 4 uur s'nachts. Opstaan om een rode maan te zien is wel redelijk extreem. Maar oké, ik kan snappen dat de wereldbekende meteorietmensen dat wel eens willen zien. En hun nuttige leven. En wow, het is lang geleden dat ik dit spel heb gespeeld. Oké, we gaan het niet hebben over bloedmanen en water op Mars. Vandaag gaan we het hebben over hoe slecht mijn schoolcarrière altijd gaat in de maand september en oktober. Dan heb ik het over punten, gedrag. En de directeur die komt zeggen dat, ja, dat als ik zo verder doe, dat niet goed gaat eindigen. Ik denk dat ik wel een van de leerlingen ben die het meest wordt buitengezet in de klaslokalen. En zelf snap ik nooit dat komt. De leerkrachten zeggen dan altijd hetzelfde. En ja, dat is. Nathan. Het ligt niet aan je persoonlijkheid. Het ligt gewoon aan je rotgedrag. En elke keer als de leerkracht dat zegt, dan voel ik mij heel slecht. Ik doe nooit iets verkeerd in de klas. Ik ben gewoon... Soms voel ik mij gewoon een beetje, ja, grappig. En ik heb vandaag gevlogd op school, dus dat gaan jullie morgen ook wel zien wat ik precies bedoel, maar ja, grappig. Sommige leerkrachten kunnen het gewoon echt niet af als ik domme opmerkingen maak. En oké, ja, mijn opmerkingen zijn meestal wel helemaal dom en volledig verkeerd in de context gegrepen. Maar dat is toch geen reden om fucking de directeur te sturen, om met me te praten en me te zeggen wat kan en wat niet kan. En dat is elk jaar alleen in september en oktober. Ik denk dat hij is omdat ik nog een beetje moet gewend worden naar school en zo. In september en oktober doe ik ook bijna geen fuck voor school. Dat ik zo nog een beetje moet aanpassen en zo. Maar op de een of andere manier, ja, dan... Oh, fucking... Dat ik nog moet aanpassen of zo. En dat lukt dan niet. En op de een of andere manier, door die aanpassingen, verandert heel mijn leven. En dan heb ik het niet alleen over YouTube. Nee. Dan heb ik het ook over mijn eetpatroon. Hoe ik slaap en zo. En wat ik doe voor ik ga slapen. En ik stel altijd alles tot de laatste milliseconde uit. Tot het moment dat ik dat zelf echt gewoon huiswerk zit te maken in de les zelf. Het is zo raar. Ik zeg tegen mezelf, dit jaar ga ik mijn best doen. Elk jaar opnieuw. Maar het lukt gewoon niet. Het is gewoon niet possibel. En we gaan hier even een quickscope leggen. Ik kan gewoon mijn best niet doen in september en oktober. Dat zijn gewoon nog zomermaanden. En ik zweer dat... September en oktober, dat zijn echt gewoon nog maanden waarin ik moet aanpassen. En dat gaat niet altijd zo makkelijk. En sommige jaren heb ik daar enorm veel last van. En andere jaren minder. Maar dit jaar is het extreem. Laat zeker weten als jij ook al zo dingen hebt meegemaakt. Waar je echt denkt van... In welk fucking martelkamp ben ik gestoken dit jaar? Als soms denk ik echt dat leerkrachten zich inschrijven. Gewoon puur om ons leven te ruïneren. Maar ik moet toch even naast huiswerk en al die andere bullshit. Vind ik school op een of andere manier wel leuk. Het is misschien fucking moeilijk en ik snap er helemaal niks van. Maar ik vind het leuk op de een of andere illegale manier. De speeltijden zijn leuk en de tijd gaat fucking snel voorbij. Maar het is gewoon enorm moeilijke leerstof en het huiswerk is echt extreem. En ja, maar ik denk dat dat normaal is voor de 5e middelbare economie wetenschappen. En voor de rest denk ik gewoon dat ik binnenkort eens een video ga opnemen op school. Dan bedoel ik niet dat ik ga gewoon vloggen of zo, nee. Maar gewoon echt een volledige video opgenomen op school. Waar er een soort van rode draad achter zit. Met gewoon...
gewoon iets leuks. Ik ga nog eens denken wat ik kan doen, want op dit moment is mijn hersenen een beetje volledig in de fysica. Maar we gaan er samen door en ik ga niet blijven zitten. Ik ga het jaar gewoon knallen. Ik wil gewoon niet blijven zitten, want dan word ik uitgelachen door de mensen van mijn jaar. Dus no, dat is een no-go zone. No, I don't want that. Dus ik ga gewoon mijn best doen en hopen dat ik wow, shit. Ik denk dat al een dikke triple kill was. Holy shit. Holy shit, ik ben fucking nice aan het spelen ineens. Ineens zijn we hier de hoogste killstreaks aan het pakken. Oh my god, guys. Oh my fucking god, is dit het? Is dit mijn invite voor de Face Clan? Oh my god, komt er nu een en... Was zo goed bezig. Het was alsof ineens, out of nowhere, poef. Ik dacht serieus dat ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Dit is mijn slagstok. De slagstok neem ik mee naar Gameforce. Om mensen te slaan die mij willen slaan. Als ik zie daar iemand met een steekwapen naar me komt, sla ik hem helemaal in elkaar met de slagstok. En bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smaak je zeker of neem je mooi op deze video. Ja! Yeah. Hallo! Morgenpleger zit er niet. Ja. Voor de mensen die zeiden dat ik kanker op worden, ik wou morgenpleger. Sorry, not to me. En voor de